En zijn dat allemaal smurven, die pallets die naar binnen komen? En dat klopt, ja. Heel veel smurven bij elkaar, 8 pallets. En hoeveel zijn dat, hè? Het zijn smurvenlampjes en dan zijn er 2500. Hoeveel smurven zitten hierin, Roelof? Totaal zijn het 35 pakketten en een 80 smurven ongeveer. De pakketjes die we hier wegbrengen, die gaan naar Nederland. Gewoon binnen Nederlandse markt. Ja, want handel je alleen met Nederland? Nee, echt meer dan 50 landen. De hele wereld over. Dat is het makkelijke met internet. Alsjeblieft. En wanneer ontdekte je dat er handel zat in de smurf? Zo'n, ik verzamel sinds mijn 6e. Dus toen was ik heel enthousiast al. Maar sinds een jaar of 3 dat ik echt denk van er valt ook handel mee te drijven. En als je een beetje creatief bent en een beetje handelsgeest hebt, dan komt het helemaal goed. Want je leeft ervan. Ik leef van de smurf. Ik adem niet alleen smurf, maar ik leef er ook van. Dus dat is wel leuk. En dit is je bedrijf? Ja, welkom in mijn smurvenwereldje. Dit zijn allemaal smurven? Voornamelijk wel. Hier binnen zie je al een heel groot huis. En heel veel smurvenattributen kun je hier binnen vinden. Wat levert zo'n smurf op? Er zit verschil in. Hier zie je 2 verschillende smurfjes. In het oog lijken ze hetzelfde op het oog, maar de een heeft een rood broekje en de andere een geel broekje. En daarom zit de waardeverschil in. Die is ongeveer 15 euro en die tussen de 3 en 5 euro. Hoe weet je wat het waard is? Deels, er is een smurvencatalogus, dus daar kijk ik veel in. En ja, omdat ik al aardig wat jaren in het smurvenwereldje zit, weet ik natuurlijk ook wat het ongeveer op internet oplevert en wat het op kan leveren als ik het zelf verkoop. Die andere kan je ook nog inpakken, die packs. Top. Is dat je personeel daarachter? Dat is mijn collega en stagiair. Dus sommige dagen in de week is die stagiair en sommige dagen collega. Maar ik beschouw hem sowieso als collega. En dit is de smurvencatalogus. Dat zijn alle smurven in de loop der jaren die uitgekomen zijn met de verschillende variaties. Zoals je hier kunt zien, kan je zien wat de schaarste van het betreffende poppetje is. Hoe meer bolletjes ingekleurd zijn, hoe schaarser die is. Er is zelfs nog een oranje versie hiervan en die is nog schaarser. Die staat zelfs in de catalogus. Want je vertelde net nogal makkelijk dat je zag dat er handel in zat. Maar het is nogal wat je begonnen bent. Ja, het is niet niets, zeg maar. Het is het begin ambitieus en je begint klein en nu zie ik echt dat er groei in zit. Maar ik ben blij zoals het er nu uitziet. Ja, maar hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Ik heb een hbo-studie en commerciële economie gedaan en marketingmanagement op universiteit. Dus je krijgt wat mee. En daarnaast nog hebben we van huis uit een familiebedrijf. Dus je leert ondernemerschap, ondernemer uit de dop, zeggen ze wel eens. Hier zie je de raket van de smurven, waar de maansmurf naar buiten komt. Nadat de smurven hem naar een planeet hebben meegenomen. Die doet ongeveer 695 euro. Ik wist helemaal niet dat de smurven ook in de ruimte geweest waren. Ja, volgens een van de boeken zijn ze in de ruimte geweest. Dit is de bewuste raket in het boek. Dat klopt, ja. Met de Genoef. En, wie? De Genoef, zoals die heet. Oh. Of Sleep in het Duits. En hier gaat de droomsmurf, die wil een keer in de ruimte in. En dat is ook op het beeldje, zoals je kunt zien, uitgebeeld. Hier zie je mijn website. Ah ja. En ik heb hem dus in 6 talen, dus hier staat ook alles in het Italiaans. Nu is er deze recent binnengekomen, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de smurven. Een munt van de koninklijke munt. En ja, er zijn niet veel kanalen waar ze kan kopen. Dus dan bestelt de Amerikaan bij wijze van in 1 keer 5-6 van dit soort items. Ben jij dat op die foto daar? Ja, dat ben ik. Met wie? Dat is met mijn vriendin. Die is momenteel in Griekenland, maar ze woont wel in Nederland, maar ze heeft even een weekje vakantie. Houdt zij ook van smurven? Niet zo erg als dat ik hou. Nee? Nee. Maar ze heeft wel een kleine passie ervoor. Ze gaat altijd mee naar de smurvenbeurzen, maar ze is niet zo smurfofiel, of hoe noem je dat? Dat klinkt een beetje negatief, maar in ieder geval niet zo als dat ik ben. Hoe oud ben je nu, Roelof? 31. 31? Ja. En nu al zo'n groot bedrijf, waar moet dit eindigen?
nou, er is nog een stuk van de loods te huur, want ik huur hier. Dus wie weet over een paar jaar dat het hele pand gehuurd is. Het zou ambitieus zijn, maar altijd positieve instelling, dat scheelt toch?